The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Yo, yo, yo. Zijn weer wakker, man. En we gaan lekker naar de sportschool vandaag. Daar ben ik al even een tijdje niet geweest. Ik voel me wel energiek voor, weet je. Alleen, hoe zeg je dat nou? Ik kreeg in de gaten gisteravond. Dat ik gewoon echt leeg was, weet je. En dat krijg ik als ik ga ademen. Dus ik werd toch een soort van leeg. Toen hebben de buren weer iets gedaan, weet je. Een soort van een beetje. Maar ik kreeg daar spanning door, want ik ging slapen, toch? Ik wilde gaan slapen. Dus ik kon eigenlijk daar niet van slapen, man. Heb ik daar ademhalingsoefeningen gedaan, maar blijkbaar zakte ik daardoor. Ik weet het niet. Maar dat schijnt dus ook volgens mij niet goed te zijn. Maar ik ging slapen op de bank. Dus, en ik had nog een kwarkje gegeten, dus ik viel eigenlijk wel aan slapen. Dat was wel lekker. Maar naar mijn mening, ik functioneer gewoon. Alleen zal het waarschijnlijk niet op de goede manier zijn. Maar dat maakt niet uit. Ik heb er niet veel last van ofzo, weet je. Dus we gaan nu gewoon lekker richting gym. En gisteravond. Dus ik heb zeg maar die sollicitatiemail gemaakt. Ik vind hem best wel een mooi geluk, man. En ik heb hem doorgestuurd naar mijn psycholoog. Hij is waar, politie. En die ga ik hem even nakijken, want vanmiddag heb ik een afspraak met haar. En dan gaan we het even bespreken, man. Of het wel zo kan, weet je. Ik heb een christelijk grapje ingemaakt. Dat de gemeente denkt op korte termijn. En hoe zeg je dat? Dat ik gewend ben om in eeuwigheid te denken, weet je. Dat we de eeuwigheid hebben. Dat is toch iets christelijk. Maar goed. Wat wou ik nog meer? Oh ja, en ik had lekker milkshake gehaald en zo gisteren. En toen ben ik naar huis gegaan en toen belde iemand mij. Ja, die heb ik echt een paar jaar niet gezien, weet je. Iemand van de hoop, die kwam, was een vrouw. En die kwam ook wel eens bij maat, toen mijn maatwerk, weet je, daar zaten wij toen samen. En het ging eigenlijk niet zo goed, of tenminste, het gaat wel goed met haar, zegt ze. Maar, weet je wel, het was uit met een vriend, waar ze 12 jaar mee had. En ik weet niet, man, ze ging mensen bellen en zo. Ik denk dat ze de ei gewoon kwijt was. Maar toen had ze mij gebeld. Ik heb haar trouwens ook nog een keer een schilderij gegeven. Was wel een hele mooie, weet je, voor de verjaardag. En met een heel groot wit kruis en daaronder een poppetje die zo staat, zeg maar, weet je. En dan met zo'n lijn van het kruis naar het poppetje. Een beetje gepraat, dit en dat. Ik heb wat nummers van me opgestuurd, weet je, gewoon wat content, vond ze heel leuk. Dus ze zegt zo, nou, ik zou wel een keer een nummertje met je willen maken, dus we gaan het zien. Wat het allemaal gaat brengen, weet je. En daardoor raakte ik eigenlijk ook een beetje uit balans, waardoor de buren ook weer allemaal raar. Ja, wat ook niet vaak van me los, weet je, want ze lulde aan één stuk door, man. Maar maakt ook niet uit. Weet je, ze had het even nodig, ik gaf het er gewoon. Maar goed, hoe zeg je dat? We gaan even lekker sporten. Kijken wat het gaat brengen. Ik heb nog niet gegeten. Ik ga even kijken hoe dit uitwerkt. En dan ga ik daar lekker wat eten. Ik ga gewoon lekker full body doen, rustig. 2 setjes lichtgewicht.
En dan zien we het verder wel, man, wat de dag gaat brengen. Zoals ik zei, ik heb vanmiddag gewoon een afspraakje. Dus daar moet ik ook nog letten. Hier in die gym waar ik kom, daar komen ook heel veel van die oude mensen, weet je. Maar ik heb zoiets van, ik kom hier naartoe om stoom af te blazen. Ik hoor iedereen zijn verhaal lopen, allemaal maar te klagen, net alsof ze naar Jeruzalem gaan, weet je. Dat ze alvast aan het oefenen zijn voor de klaagmuren en zo. Ja. Het brengt iets in de atmosfeer, snap je? Het is gewoon lastig, man. Vorige keer ook zo'n oudje zat tegen je. Iemand anders te klagen over dat iemand geen goeiemorgen zegt. What the fuck? Op die leeftijd moet je dat soort dingen al hebben geleerd om los te laten, man. Dus je gaat dan eigenlijk in een verwachting. En als het niet naar jouw verwachting gaat, word je teleurgesteld. Dus met andere woorden, je manipuleert jezelf naar iets wat negatief is. Maar je kan het ook jezelf manipuleren naar iets wat positief is. Snap je wat ik bedoel? Dus als je geen verwachting hebt, kan je ook niet teleurgesteld worden. En dat zijn een van die kleine dingetjes, weet je, die me opvallen. Het brengt wel een bepaalde level van irritatie omhoog. Want je bent natuurlijk lekker daar om te gaan sporten. Weet je, even loskomen. En dan, ja, is gewoon lastig hoor. Dus ik heb een beetje motivatiemuziek opgezet. Tenminste spreken. En, maar ja, ik hoorde het nog wel er doorheen, joh. Zo hard praten die gasten van oude mensen, weet je. Maar ja, maakt ook niet uit, joh. Weet je. We moeten het allemaal samen doen op deze wereld. Ik ken toch nergens anders naartoe. Dus, ja, kom zoals je bent, man. Maar, om het nou steeds te horen, weet je. Elke keer als je daar bent. Dat is wel, ja, valt het je gewoon op, laat ik het dat zeggen. Laat ik het zo. Dus ik heb niet mijn hele workout kunnen doen. Ik denk dat vanavond een keer terugkom. Ik moet nog billen doen, trekken, schouders. En wat moest ik nou nog meer doen? Wat nog meer, man? Oh ja, biceps en triceps. Dan heb ik een beetje rug gepakt, boven, onder, midden. Ik heb buik gedaan. Benen heb ik gedaan. En wat was het eigenlijk dan, man? Ja. Dus, nou gaan we even lekker naar huis. Lekker een maaltijdje in elkaar gooien. En dan even een beetje ontspanning in. En dan gaan we richting mijn afspraak. Ik moet gaan lopen, want ik heb geen... Ik heb wel een fiets, maar die is lek, man. Ik moet die laten maken. Maar dat komt wel goed. En de andere vriend van die heb ik zo wel beter. Dus, later.